Matteo Boksem uit Emmeloord gaat een nieuwe stap zetten in zijn nog prille carrière. Het 12-jarige damtalent gaat vertrekken bij zijn club Damkring Emmeloord. Hij gaat spelen voor Heiken DTC in Drenthe. Dat is een club die speelt in de ereklasse. Dus dat kun je een beetje vergelijken met de eredivisie bij voetbal. Dus dat is echt het hoogste van het land. En die club die maakt ook wel kans om echt goed te scoren. Nou, ik denk dat het een hele goede stap voor hem is, want hij is nog 12 en hij is bij ons zachtjes aan de sterkste. En hij moet meer weerstand hebben. Dus het is goed dat hij naar Heiken gaat, want Heiken dampt de eredivisie met voetbal, ereklasse en dammen. Dus op allerhoogste niveau. En daar ontwikkelt hij zich veel beter als bij ons. Misschien dat ik wel gewoon heel veel verlies in de ereklasse, maar daar leer ik telkens weer van. En dan, dan kan ik weer gewoon mijn spel verbeteren en dan word ik steeds beter. Matteo heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de beste spelers van Damkring Emmeloord. Het afscheid gaat wel een beetje pijn doen. Toch wel. Want het is toch wel de club waar ik een aantal jaar bij heb gespeeld. En ik ken ook alle mensen. Het is ook altijd wel gezellig. En, dus het is wel een grote stap. Maar ik ken bij Heiken DTC ken ik ook wel wat mensen. Dus dat is prima. En een van die mensen die hij al kent bij zijn nieuwe club is niet de minste. Het is de huidige wereldkampioen. Roel Boomstra die is wereldkampioen geworden in februari. Dus dat is wel leuk dat hij er ook dan speelt. En ga je, denk je, veel met hem optrekken ook? Ik denk het wel, ja. Ja, dat als ik ook met hem een beetje kan analyseren na de partij, dat zou fijn zijn, ja. Want wat denk je van hem te kunnen leren? Hij kan me echt wel, bijvoorbeeld ook spelsystemen kan hij mij uitleggen en met mij analyseren. Daar leer ik heel veel van. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat jij op termijn wellicht ook zo goed wordt als Roel Boomstra. Als ik maar blijf ontwikkelen wel, ja. Zou wel leuk zijn.